zijn hier in de studio, de New Road Studio in Wijchen, waar we 4 jaar geleden ook geweest zijn met ons vorige album Comfort of Sickness. Dat was 2019. Dat was zo goed bevallen, ook logistiek gezien. Maar alle hardware was gewoon zo high-end. Dus het was gewoon eigenlijk, de keuze was eigenlijk heel erg makkelijk. We hebben Mike Reed uit Stockholm, Zweden, dus de gitarist van King Diamond en Merciful Fate. Maar hij is ook een geweldige sound engineer. En we zijn al jarenlang vrienden eigenlijk, maar we hebben hem gewoon weer, net als bij de vorige album, hebben we gewoon in laten vliegen. En dan gaan we de drumopname doen. De reden daarvoor is dat de drums eigenlijk een van de belangrijkste factoren tijdens het opnemen is. Hugo de Waal, onze drummer, al voor ruim 9 jaar alweer, dat wordt zijn 3e album ons. Die gaat vandaag de drums opnemen. Hij slaat het gewoon een dag, anderhalve dag slaat hij erop. Terwijl de nummers eigenlijk echt complex zijn. En ja, we staan er eigenlijk weer een beetje versteld van. En ik heb het idee dat Mike zelf ook weer onder de indruk is. En dat geeft ons ook gewoon een goed gevoel. Dat geeft ons ook weer meer zekerheid. We staan eigenlijk weer te wachten om daar de gitaarpartijen erop te knallen. Het vorige album was wat meer maffia gerelateerd. Dit album laat meer de gruwel binnen in de mensen zien. Mensen hebben standaard een bepaalde duistere kant. Niet bij iedereen komt die boven. Bij sommige mensen komt die extreem naar boven. Dat is eigenlijk een beetje de rode draad. Elk album van ons is eigenlijk weer net een fractie anders. En ja, dat houdt het ook wel ontzettend leuk. Nou, het nieuwe album heeft als titel Envy the Dead. De levende zijn jaloers op de doden, dat kun je natuurlijk in elke tijdsgeest natuurlijk plaatsen. Op het album komen 9 tracks te staan, inclusief het intro. Maar het speelt zich eigenlijk af in 1860 tot 1910, in de tijd van Jack the Ripper. In Amerika had je ook Lizzie Borden, dat was dan een seriemoordenaar. En dat was zo gruwelijk dat we in Amerika dachten dat Jack the Ripper naar Amerika was gekomen. Dus we hebben dat ook weer met een knipoog en een link kunnen plaatsen en het kunnen verwerken in de teksten. We hebben er wel voor gekozen om veel minder toets te gaan gebruiken dan het vorige album. Dus niet omdat we dat niet tevreden zijn over onze vorige albums, maar elk album is gewoon, dat album staat op zichzelf. Dat is met elk album zo. Dus het hele proces is compleet anders. Ook tijdens de pandemie hebben we gewoon allemaal andere inspiratie gehad. En dat is gewoon allemaal terug te horen allemaal in dit album. Ook in het spel. Als het weekend erop zit, dan gaan wij de gitaren, de zang en de toetsen opnemen. Al het materiaal wordt naar Zweden gestuurd, zodat Mike het kan mixen en masteren voor ons. Als het nieuwe werk klaar is, kunnen wij het opsturen naar een label. En dan kan het gepromoot worden. Kunnen we met de boeker om de tafel gaan zitten en hopelijk komen er ontzettend veel shows.